Terwijl de tweede poolwedstrijd Nederland tegen Nieuw-Zeeland op het punt van beginnen staat, kijken wij nog even naar die belangrijke man met de rode tulband voor ons. Hoe heet hij nou ook alweer? Iets met Gandhi, of nee trouwens, Gitanjali. Ja, volgens mij was dat het. Hoe dan ook, de wedstrijd is gestart. Even knipperen met de ogen. Boom! Doelpunt voor Nieuw-Zeeland. 30 seconden onderweg. Tja, en wat denk je dan op zo'n moment? Nou, dan dacht ik van, wat gaat me hier gebeuren? 30 seconden beginnen en hij lag al binnen. Maar gelukkig was het binnen een minuut, zat hij ook aan onze kant binnen. En toen dacht ik van, oh wacht even, zijn scherp, het zit goed. Het is natuurlijk anders een tweede wedstrijd dan een eerste wedstrijd. Je moet er altijd even inkomen. Maar ik moet zeggen dat we vandaag al een stuk beter hebben gespeeld. We hadden meer ritme, we waren dominanter dan de wedstrijd ervoor. In de tweede helft speel je dan nog 0-0, alleen dan hadden we er ook nog een paar kunnen maken volgens mij. Ja, want kun je eens aangeven wat het verschil was tussen de eerste en de tweede helft? Want... Nou ja, op een gegeven moment kies je ervoor om wat meer uit de balans te hokken. Dus iets meer man achter de bal te houden. Je staat 3-1 voor. Waar kiezen we voor? Toen zaten we een beetje in twijfel van gaan we nog door of consolideren we het? Mm-hmm. Nou, daar bleef een beetje in zweven. Die organisatie stond toen niet helemaal. Maar wel goed genoeg om in ieder geval de nul te houden. En dat is weer lekker belangrijk. Uiteindelijk maar 1 goal in 2 wedstrijden. Dat is toch goed. Waar ben je tevreden over, deze wedstrijd? Nou, voor het team was het belangrijk om het gevoel te hebben dat je echt goed kunt aanvallen, veel kunt creëren. En ik denk als je in zo'n wedstrijd 5 corners creëert en ik weet niet hoeveel 100% kansen, is dat een stap die we gemaakt hebben. Zit je al te rekenen als je van Canada wint dan? Ja, natuurlijk zit je te rekenen. Maar goed, we spelen van wedstrijd naar wedstrijd. Als we Canada gewoon pakken, staan we op 9 punten in het toernooi en dan zitten we er gewoon heel goed in. Nee hoor, ik ben niet aan het rekenen.